dat je op een gegeven moment weet wat er in een vereniging, hè, wat leden ervan vinden. Dus ik vraag 100 uit. Ik ben echt geïnteresseerd in wat speelt er, wat verwachten jullie, wat zijn jullie, wat gaat goed, wat kan beter, wat verwachten jullie economisch. Dus even buiten alle cijfertjes die ik ook natuurlijk altijd zie. Maar ik wil echt. Ik wil echt weten wat er speelt. Ja, misschien wel het antwoord, maar dan zoeken we hem op. Maar ik ga naar de hoeveelheid komen. Okay. Dat is de grens van Roosendaal en Breda. Is dat waar dan? Ja? De kamer werkt wel. Hoeveel zitplaatsen? Dat is het restaurant, dus het is een beetje. Ja, ook wel uit het was het een bovencentrum. En langzaam is dat gebeurd. Ja, ik dacht wel veel te zijn. Waar ben je begonnen? Welke zijn? Ja, kleinste. Ja, kleinste. Waar ben je nog goed? Dat er altijd ben. Oké. Heerlijk. Wat? Ruud was het, hè? Ja. Ruud, wat was jouw aanvliegroute? Via mijn oudbaas. Daar zit je nog aan de meest veilige kant. Ik denk dat als je nu zou bedenken om iets aan je prijzen te doen omhoog, hè, ik zou het komende 2 jaar maar even uit je hoofd laten. We zouden het maar vanuit efficiency al je marge managen. Maar ja, daarin kom je langs een beetje te snel natuurlijk. Hè. En als je het aan de prijzen kan doen, en je moet heel voorzichtig opereren, dan ga je van de stofkant tot de uitgrote werk. Niet te vullen van facturen of mensen uren laten werken. Vaak alle andere maatregelen, maar ook kleine dingetjes van de schoonmaker die ik heb, ik weet niet. Sorry, ik ben al heel betrokken bij de horeca en ik wil heel graag weten wat er leeft en wat er speelt. Lees jij nieuwsbrief? Ja, zeker. Vind je dat? Ik bedoel, ik snap best dat je dat niet van linksboven de dus uitspelt. Maar ik bedoel, wat zijn de dingen die je ertoe... Ik zal je vertellen waar ik meest van geleerd heb. Je zat daar ook gelijk met marktonderzoek. Ik was super. Ik heb heel veel geleerd van de periode dat ik zelf in de regiovoorzitter geweest. Ik heb tijd in de ledenraad gezeten. Ja. En ik heb heel veel geleerd van verhalen en contacten met andere bedrijven en andere ondernemers. Ik heb heel veel geleerd in lokaal van overleggen en contacten met gemeenten, ook weer met andere bedrijven. Hoe lang heb je in de ledenraad gezeten? 3 jaar. Oké. Okay. Welke periode? Dat was net voor het je hebt nog een jaar gezeten. Toen, Ja, dan denk ik dat we kan nog goed gedrukt van alle dingen. Ja. Ja, en daar heb ik wel heel veel van. Ik heb het met het meeste plezier gedaan. Want dat dwingt je op een of andere manier om te kijken wat leeft er. Met name ook natuurlijk landelijk dus niet bij kunnen hebben. Dat is als ondernemer, ik ben zo druk met je bedrijf. Je hebt zoveel stress van hoe krijg ik het allemaal rond, kom ik aan de mensen, weet je, zo blij met de vrije momenten die je hebt. Dat je hebt helemaal geen gezin en dat gezeik wordt maar eens even populair. Volgens mij moet je gewoon 1 dag in het jaar doen en dan moet je er 1 jaar weer niet over nadenken. Ja, ja, er zijn wel eens aanzetten geweest. Het energiecentrum bijvoorbeeld, daar heb ik in Nederland ook mee meegewerkt. Ik heb daar heel veel tijd en energie in gestoken. We hebben het nu zo, want ik zal je eerlijk aan loopt weer weg. Ik zal je eerlijk zeggen, ik vond dat geen goede deal. Het is niet over je besloten, maar beslis je mee. Ja, precies. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeker met allerlei soorten van regels, wetgeving, terrasvergunningen, noem maar op. Het is niet, wij handelen niet dat eigen belang, zoals niemand. Af en toe wordt dat wel eens weten van je breedvrijheid, maar ook. Want heel vaak zijn de beslissingen die neemt dan haaks op je eigen economische bedrijfsbelang. Maar het is wel fijn als je mee mag beslissen en in ieder geval je ding kan doen. En anders, als je het niet doet. Dan zijn er een paar beleidsmedewerkers op de gemeente die er eigenlijk helemaal geen zicht op hebben. Die beslissen over jou, dat is vaak te merken. Dus soms zijn de uitkomsten wel niet helemaal wat je wil.
heb je in ieder geval je best gedaan om het, ja, om het zo mogelijk. Jullie hebben er veel meer mee te maken. Wij zitten een beetje geïsoleerd. We zitten niet aan de straat, niet aan een plein enzovoort. Ja, ja. Wij hebben daar allemaal wat minder mee te doen. Zijn alleen een avondbedrijf in principe. Ja. Alleen restaurant. Dus ja, het is een heel andere insteek voor jullie. Want je hebt natuurlijk ook je tegen terrasfunctie. Allemaal heel van de avond, in de uitgaansstraat. Dat hebben wij allemaal niet. Wat zijn toch bij jullie de agendapunten met de gemeente? Nee. Ja, standaard openbare orde, veiligheid, inrichting, evenementen, economie, convenanten, politie, ja, dat is eigenlijk alles. In alle vormen. De brede, breedste zin, ja, alles wat maar belangrijk is voor je. En je wordt ook in gehoord en je mening telt ook. En dus, hè? Ja. Paul, wanneer ga jij besturen? Nou ja, ik ben operationeel natuurlijk niet wens met de horeca. Dus nee. Is dat ook, wel, denk ik misschien. Wat voor soort jij van de horeca runnen bij jou op het nou, we hebben een bedrijf. We zijn een horeca manager, chef kokken. Twee medewerkers, eerste bediening, dus sous-chef. Dus, die doen eigenlijk de horeca, we doen eigenlijk de horeca. Hoe ben je eraan gekomen? Wat voor soort mensen? En eigenlijk moet ik zeggen, wij komen de meeste mensen zijn uiteindelijk wel gekomen via via. Ja. We kennen dan toch weer die en die en die en die. En nu hebben we wel een redelijk vast team. Ik heb, ja, dat is wel een hele grote. Hele systematiek. Ik probeer wel in de gaten te houden dat ook mijn overleven, dat je dan een kans bent om in niet te veel knijpen overal waar je dan straks spijt van gaat krijgen. Want je ziet nu in Oosterhout toch dat er geen enkel lef meer is met uitzondering van Bas. Maar er gebeurt heel weinig. Er zijn panden al tijden leeg en er zijn er nog meer leeg bijgekomen. En er is geen mens die de deur is in te stappen. En ook niet in kan stappen. Dat heb ik zelf ook dat onderzocht. Het is zo. De bank is zo, dit is zo. Je weet dat er allemaal moi kunnen zijn, maar je kunt ook niet zoveel. Het is een hele angstige markt geworden. Banken. Banken, en dat blijft. Dat blijft voorlopig. Paars plus af tellen. En dat we dan uiteindelijk. Dat zorgt ook voor extern. Aandacht voor de zaak en voor de vooruitgang. Dus daar hou ik het niet van niet om je heen. Kom maar. Hij zingt, hè? Ja, dat is wel belangrijk. Je moet het ondernemen van binnen de samenleving staan. Ik sta er niet over. Niet meer bezig al. Mijn gemoed. Ik denk dat het zelfs kan bij ons. Alleen even inlog of zo. Maar ik ben daar. Hebben jullie gisteren gelezen in de krant dat de artsen besloten hebben dat als ze een medische misser maken, dat ze sorry gaan zeggen. Heb je dat toevallig gehoord? Ja, dat heb ik gehoord. Ja? Van het meesterlijk. Ja. Heel goed. Ja, nou, ik vond hem echt 1960. Maar wat ik 1990 vind. Technisch ouder. Nee, maar qua gedachten. En ik vind echt dat we dit echt niet begrijpen. En ik ben ook stil. Dat we als horeca niet zeggen, kan je dat gewoon maar doen. Dat kost echt helemaal niks. En nu is het nog nieuws in Nederland dat McDonald's vrije, hè, gratis wifi aan. Ik bedoel, dus geen land in de wereld, al ga je naar Panama, al ga je naar Tanzania, kan je niet gewoon gratis wifi aan. Ik bedoel, we zijn door schrijven. Ik maak me ernstige zorgen over de toekomstbestendigheid van onze eigen landen. Omdat we daar geen ondernemersvisie hebben. Het kost je helemaal. Je moet je voorstellen dat je een benzinepomphouder bent geweest 20 jaar geleden. Nou, we zien het geweest. De rendementen zijn helemaal niet zo hoog.